Zender helemaal vrij aan de linkerkant. Tweede paal van Petta. Oh, wat een mooie van Philippe Cocu. 4-0. Een schoonheid. Deze goal van Philippe Cocu. Een van de mooiste van het seizoen. Misschien wel de mooiste tot nu toe. Van der Weerde. Goeie bal. De beslissing. Cocu. 3-1. Cocu heeft voorkennis en seint Sibon in. Want Bies die gaat het sowieso doen. En kijk eens, hij wist het echt. Het is afgesproken werk. Philippe Cocu, die vorige week zijn 500ste wedstrijd al speelde als prof. En dus meer dan wie ook hier op het veld door de wol is geverfd. Cocu! Buitenkant links. De verdediging van Feyenoord speelde op buitenspel, maar Zwijnenberg deed niet mee. En dat verschafte PSV de ruimte. Cocu. Cocu. Hou eens uit. Hij gaat erin ook. Ja. Philippe Cocu. Ze zullen het hier in Lyon niet in overeenstemming vinden met de veldverhouding, maar dat vinden ze dan maar. Hij telt, het is 1-1. 2300 uit Eindhoven en omgeving meegereisd. Hier Park die zich aanbiedt. Ooyer gaat mee, gaat ver. Legt hem goed voor, het is raak, het is Cocu. Die profiteert van de eerste aanvallende oprisping van André Ooyer. Die daar het middelpunt is in deze receptie van PSV-spelers. Ooyer wenste tot twee keer toe die bal niet zomaar voor te geven. En wachtte op hulp die steeds werd geboden door Park. Iets minder nog dan een kwartier. Waarvan? Kluivert niet. Bal valt voor Cocu. Toch 5-1. 5-1 voor PSV. En het is Philippe Cocu die het doet. Oh, zo belangrijk voor PSV. Sinds zijn terugkeer dus. Twee kampioenschappen. En is een derde kampioenschap voor Cocu en PSV dan nog mogelijk? Verder voor een wisseling met de punt van de schoen. Lee. Ga je de langs, Lee. Ah, de bal komt er langs. Dit is zo belangrijk. En daar is hij. Ja, ja. Philippe Cocu. Ja. Hij die terugkomt. Hij die terugkomt. Hij die neerstreekt op het oude nest waarbij het allemaal begon. En weer na een voorzet van Youngko Lee. Oh, wat een heerlijke voorzet. Cocu. Zo, aardig gezien van Philippe Cocu. Zo, goeiedag zeg. Wat een treffer. Wat een slot van het seizoen van de competitie van PSV. De competitie begon tegen Heracles met een treffer van Cocu. En eindigt tegen NAC met een treffer van Cocu. En dit is misschien wel de mooiste treffer van de hele competitie. Lucius. 3-1. 3-1. Cocu. Wauw, in een goed jongensboek. In een echt goed jongensboek. Ja, 3-1.
3-1. Maar die goal van Ambrosini, hè, die telt dubbel. Seconde nog.